Yes allemaal, welkom terug bij een nieuw vlog voor Junior. We zijn er weer, man. Hey, ik ben zo excited om te gaan beginnen ook, hè. Wisten jullie dat? We gaan nu even zo snel mogelijk de auto in, want die heb ik ook klaarstaan. Want mensen, ik ben weer helemaal ready. Ik heb weer een tweede kans voor iets. Jullie zien zo meteen wat het is. De oude sleutels, daar liggen die. Hier. En dan gaan we kijken wat er zo meteen gaat gebeuren allemaal. Want... ik ben hier echt heel wachtig voor, want ik ga gewoon met de auto. En ik ga nu niet meer met de OV. Want daar heb ik echt geen zin meer in. Met de auto blijven gaan, blijft makkelijker. Want OV was echt laatst keer echt chaos, dat weten jullie. Ik woon hierboven, dat weten jullie ook al. Dus ja. Van de vlieg ga ik er eventjes echt alles naartoe. Blijf kijken. Dit wordt volgens mij weer opnieuw een hele avontuur. Want ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren allemaal. Serieus. Zo allemaal, daar gaan we dan. Daar gaan we. Ik hoop dat jullie deze shoot nog kennen. Want de pink tape is gedropt van Lil Uzi. Kijk daar aan die kant daar. Heb je Tropicana. Super lit. En hier heb je de mooie uitzicht natuurlijk, zoals altijd. En ja, hier ook wel van. Ik ben zo blij, ja, na de laatste vlog. Alles is zo goed bekeken, alleen maar positieve reacties. Het gaat gewoon allemaal zo lekker, ik weet het niet. Ik weet niet of ik mezelf een YouTuber mag noemen. Misschien ga ik mezelf zo noemen vanaf 1000 abonnees. Maar ik voel me nog geen officiële YouTuber. Ik voel me wel een vlogger, dat wel. Maar ja, de rest gaan we zien. Er komt een scooter aan. We rijden gewoon door. We schakelen even met links, snelle jelle. Dan gaan we even door. Dus zoals ik al zei, super lit allemaal. Echt, ik ben gewoon zo excited voor alles. Er komt nog die meeting aan binnenkort. Voor die meeting ben ik helemaal ready. En de muziek is wel echt heel hard. Dat horen jullie mij niet eens. Dit kennen jullie natuurlijk allemaal wel. Dit is gewoon stad. En dan verderop de Erasmusbrug. Super lit. Maar waar ik nu naartoe ga, dat zien jullie zo meteen. Dus ik ga nu even een soort van timeskip ga ik gooien. Want waar ik nu heen ga, ik hoop dat het gaat lukken. Want nu ga ik weer dadelijk te veel zeggen. Van ja, ik ga dit ophalen of ik ga dat ophalen. En dan lukt het weer niet. Jullie weten het wel. Het is super donker ook. Alles door die bomen. Deze weg ga ik normaal naar mijn ZPSP. We rijden hier gewoon rechtdoor. Dan ga ik daar over die lange straat. Jullie weten al waar ik altijd begin eigenlijk met vloggen. Omdat ik niet altijd hier wil beginnen. Want hier is het normaal een beetje, ja... het is groen. Best wel grappig eigenlijk. Ik was gewoon even helemaal in mijn eigen vibe. Even op mijn eigen vibe en opeens... Het zit echt zo'n drukte altijd, hè. Serieus. Ik was even aan het vipen en iemand dacht ik groet hem. Hey. Maar we zijn met de auto hier aangekomen. We zijn ergens in Soest. Hierachter heb je nog een bedrijf en je hebt een autobedrijf. Dus gaan we even kijken. Ze hebben hier echt waanzinnige projecten, maar eindelijk wat ik nodig had. En ik laat jullie zo meteen thuis zien wat ik dan heb. Oké, mensen, wat ik hier dus heb is de slang. Wat spulletjes van Malossi. Maar het belangrijkste, de Malossi radiateur die ik heel lang zocht. En wat jullie ook wilden, we hebben hem eindelijk. Ik ga hem even terugzetten. Als we thuis zijn, dan ga ik alles nog een keer laten zien. Oké, allemaal. Als jullie opgevallen, is het kapot donker buiten. Kijk hier. Het is inmiddels ook aan het regenen, zoals jullie kunnen zien aan de zijkanten. Ik zie ook heel weinig eigenlijk, maar ja, de vlog gaat natuurlijk voor. Ja, wat ook nu een klein beetje een probleem is dat het benzineniveau is heel erg laag. Ook een probleempje. Dus ik ga nu even tanken. Zoals jullie zien, we zijn er weer helemaal bij. Oké, het helpt wel beter. Maar ja, dit moet echt even nodig gedaan worden. En we gaan weer verder. Let's go. Dus hier is de radiateur. En hier heb ik de, ja, nog iets. Maar de radiateur, ja, komen we later wel eventjes mee. Dus deze gaat eventjes ergens anders. En dan hebben we eerst dit. En wat is dit dan? Kijk mensen, dit is het dus. Een rode karter, dat is dan een vriend van mij. Hij heeft, ja, we hebben de laag erin gezet en alles. Alleen hij heeft laten uitboren ergens als jullie dit. Even in het licht kijken. In het licht ga je veel beter zien. Het is gewoon letterlijk een schroef in. Of nee, dan moet het uitgeboord worden en ja, de boortap eindelijk nog erin. Dus dat moet even eruit allemaal. En dat komt goed uit, want dan kan ik mijn Stage 6 ook meteen fixen. En ik weet niet waar die ligt nu op dit moment. Maar ik ga even gaan zoeken. En zoals jullie zien, de rode kwart ligt erin. Het is een Minarelli trouwens. Super dik, is van de Aerox. En deze natuurlijk, de Stage 6 grondplaat. Die komt niet helemaal overeen, dus ik moet deze ook erin zetten. Dan kunnen ze allebei mee. Zeker allemaal. We komen net uit de kelder. Want de kelder is gewoon hier bij mij. Dat is gewoon letterlijk hier. Wat ik ga doen, ik ga nu de auto even pakken.
Ik heb alle spullen hier liggen nu, gelukkig. Dan moet ik een heel stukje... Even kijken, nu moet ik een heel stukje gaan rijden. Het is niet zo ver, het is gewoon Rotterdam hier bij ons. Het is wel een, ja, een andere kant, vlakbij de kerk volgens mij. Ik weet niet waar het was precies. Volgens mij was mijn paard eraf. Ik weet niet waar het was eigenlijk. Maar wat ik ga doen nu, ik ga nu meteen eventjes daarheen rijden. En dan... Ja, even hopen dat ik het kan laten boren. Als ik het kan laten boren, dan zou het echt perfect zijn. Want dan kunnen we ook weer rijden, zonder zorgen. Want die grondplaat bleef elke keer afbreken. Maar ik denk, als ik nu alles ga fixen, dan moet het wel goed komen, toch? Of niet, mensen? Zo. Kijk eens, hier hebben we een mooie uitzicht altijd. Einde van Noordereiland. En hier waren toevallig grote schepen gekomen met allemaal vrachtdingen. Ik weet niet meer wat het was. Het was wel een harde geluid in de ochtend, maar viel wel mee. Dat was wel eigenlijk wel heel veel wind ook, hè, in de ochtend. Dat was een tornado, heb ik gehoord. Ik moet dan zo meteen op nieuws kijken. Want ik ben weer heel erg laat wakker. Het is nu inmiddels al 3 uur. Ik ga zo meteen gelijk eten en dan door, denk ik. We gaan het zien. Dit is ons plekje, weten jullie nog? Wisten jullie trouwens dat er iemand laatst vanaf daar naar beneden heeft gesprongen? Iemand sprong van de hefbrug gewoon het water in. Echt heel gek. Trouwens, ik probeer ook echt 30 minuten lang gewoon te vloggen. Gewoon echt 30 minuten lang een vlog om gereed te hebben. Gewoon om alleen te posten, snappen jullie. Maar dat wil niet altijd even lukken, dus we moeten even kijken wat we gaan doen. Ik probeer wel echt zoveel mogelijk te vloggen. Ik schakel zelfs met één hand elke keer. Zien jullie dat? En dan, ja, dan check ik nog om me heen. Nou goed, om sommige vlogs dat kunnen hoor, en ik kan niet. Ik probeer het wel elke keer. Maar ja, hun rijden meestal automaat volgens mij, dus dan hebben we wel een voordeel. Even kijken hoe en wat, maar volgens mij waar ik zo meteen ga. Ik ga mijn spullen afleveren, ik ga ze morgen ophalen. En dan laat ik natuurlijk weer zien. Dus ik ga het nu afleveren, al die spullen. En dan haal ik het morgen weer op bij hem. En als het goed is, moet dat allemaal gefixt zijn. En ja, dat is dan wel, dat is weer gedaan dan eigenlijk. Ja, dan kunnen we allemaal weer doorgaan met onze projecten en dan zijn we weer ready. Jullie weten hoe het gaat. Ja, dat spullen worden hier achtergelaten. Perfect. Gaan we in orde maken. Ja, toch. Zo man. Ja, toch niet. Thanks man. Rest man. Geen probleem, morgen is hij klaar. Zoals jullie zien, alles wordt helemaal gefixt. Perfect gewoon. Precies zoals ik gedacht. Oké, allemaal. Alles is precies gegaan. Het gaat hem wel lukken, zei hij. Dus of het hem gaat lukken, gaan we morgen zien, natuurlijk. Ja, die rode kart lijkt me echt lastig, want er zat echt een boor in. Hij moest nog, die boor moest eruit gehaald worden. Er moet nog getapt worden opnieuw. Het zou echt een hele chaos zijn. Het gaat wel goed komen allemaal, gelukkig. Mensen, wat is dat? Dat ding heeft zo'n grote logo van de Volkswagen. Het lijkt niet meer op een busje, het is gewoon echt... Maar jullie zien, het is een kapot groot busje met een grote logo. En daar zit je dan, in de file. Mensen, ik hou er echt niet van om in de file te zitten. Ik zeg het jullie eerlijk, hè. Is jullie ook opgevallen te zorgen bij Volk laatste tijd? Ik dacht juist nu pas de zomer begint. Echt heel apart weer. Een waterbus? Wat is dat nou weer? Ik ken alleen maar de splashbus. Dat is de bus die onder water gaat. Kennen jullie die wel? Jullie kennen die sowieso wel. Zo, ik heb hier mijn trui aan, ik heb mijn bodywarmer aan, alles. En die man daar zo, die heeft gewoon geen shirt aan. Dus even snel jellen. Lijpe bus. Weet jullie trouwens waarom ik altijd zo rij? Ik rij altijd zo, omdat er altijd aan die kant politie is bij de Rasmusbrug. Dat is gewoon gevaarlijk. Hier is ook politie, maar hier kan ik nog een beetje zo rijden. Of ik kan zo rijden, snap jullie? Het is allemaal hier een klein beetje gewoon. Het is gewoon een stukje makkelijker aan deze kant. Echt gek. Ik zeg jullie het heel eerlijk. Ik wil gewoon een rondje rijden, ik dacht waarom ook niet. En de Zip SP rijdt gewoon wel goed op terug. En de radiator zit nog steeds niet erop, maar die ga ik er zo meteen opzetten. Geen paniek mensen. Een hele kleine dip heb ik nog. Dus afzellen kan op zich wel beter. Maar ja, dat komt wel goed nog. In de aankomende video's.
Trouwens, er zijn echt heel veel mensen die alleen maar in de rugs lopen te klagen. Wisten jullie dat? Dat is echt bizar. Waarom kijkt iedereen naar mij? Dan trek maar meer aandacht. Ik heb toch geen lekkage of zo? Nope, echt heel, heel raar. Iedereen keek me aan. Ach ja, Rojumer is er weer. Dus dan zal ik ook gaan kijken. Even laag houden. Ach ja, ik wil even naar huis gaan. Ik ga dan de MHR-radiateur erop zetten. Zo, MHR-radiateur. Malusse radiateur ga ik nu opzetten. Dus ik moet even naar de eiland terug naar huis. Radiateur erop zetten en we kunnen gewoon door. Geen stoplichten, geen stress. Oké, luchtroevend afstand worden en trekveren moeten gefixt worden. En dat allemaal bij elkaar gaat mij weer een perfecte afstelling geven. Hier zijn trouwens jullie matties, hè, de belasting. En hier was gisteren toevallig ook een controle. Echt gek. Ik heb trouwens ook gehoord van vrienden van, heb je te veel... Ik heb gewoon zo'n vrienden bij de hoge temperatuur heb je minder vermogen. En dat klopt echt, want ik heb nu echt wat minder vermogen. Dus hier ergens was politie trouwens. Niet politie, maar er was ambulance. Ambulance, politie. Als ergens ambulance is, meestal mensen, dat kan ook heel vaak politie zijn. En we gaan nu even terug naar huis, want ik wil alles gaan fixen. Ik wil nu een koeling hebben voor als mijn radiateur. En we blijven achter ons kijken, want misschien kunnen we undercover zijn. Kom op. We hebben gewoon de rechterbaan. Dan ga je toch zo meteen rechtdoor naar huis. Kijk, nu is mijn cilinder gewoon echt helemaal heet. Dus nu kom ik moeilijker vooruit. Dus volgens mij heeft het wel met de koeling te maken, snappen jullie? Oh, het lijkt op een koets daar zo. Zien jullie dat ook? Gek. Blijf om ons heen kijken, mensen. Sommige mensen gaan nog een beetje klagen van ja, de scooter loopt de hoogste snel. Maar dat is niet zo. We zijn trok eventjes daar zo. Echt grappig. Andere kant bedoel ik, die kant was het. Oh, iemand gaat trouwen in een Ford Mustang. Ja. En we zijn weer terug. Hey, sommige mensen gaan nog een beetje lopen klagen van Roos, je woont niet in een dorp, je woont niet op het platteland, je rijdt gewoon in de stad. Maar als ik gewoon in de stad rijd dan, ja. Dan wat boeit het jullie, ik bedoel maar je hoeft vandaag alleen maar gekker. Waar is de Ford Mustang dan? Geen Ford Mustang. Oh ja, geen Ford Mustang dan maar. Eventjes hier tussendoor. Kijk, hier laat ik hem altijd zeg maar gewoon rollen. Zodat hij zo min mogelijk geluid maakt. En bijna uitvalt, horen jullie dat? En uitvalt, ja. Dus mijn stationair moet veel hoger, zien jullie dat? Net zei die, ja, dit is gewoon dezelfde afstelling als de vorige vlog, zien jullie dat? En mijn stationair is volgens jullie te hoog. Maar zoals jullie net zagen, bij een te hoge temperatuur valt hij gewoon weer uit. Mijn stationair is gewoon perfect eigenlijk, want hij viel gewoon letterlijk uit, dat zagen jullie gewoon. Ook al klinkt hij zo'n hoogtoerig, maar het heeft te maken met de ontsteking. De meeste van jullie rijden gewoon met een DR70 of een Malossi Sport of een middel. Ja, geen hoogtoerige, snap jullie. Dus niet iedereen heeft even. Ja, niet elke scooter is hetzelfde, lekker daar maar op houden. Oké, dat was de eerste. De tweede, de meeste mensen begonnen te zeggen: ja, Roos, haal gewoon een grotere carburateur. Haal een hexagon radiateur, haal een runner radiateur of koper. Maar jullie begrijpen niet, ik ga voor Max. En als ik voor Max ga, dan ga ik gewoon echt voor een Malossi radiateur. Die heb ik gehaald. Dat. En er was nog iets wat ik wou zeggen. En dat was dat hij nu
niet meer lekt gelukkig. Of ja, een heel klein beetje dan maar het maakt niet uit. Ik heb geleerd, je moet je dopje nooit helemaal de max vol voelen. Ik ga zo meteen even naar binnen. Daar. Jullie weten niet precies waar. Maar daar is de kelder. En dan ga ik eventjes de Zip SP binnenzetten. Want ik denk dat we gaan beginnen met de montage van beenschild wordt gedemonteerd. Voor politie. Oh, ambulance. Zien jullie dat toevallig daar ook? Dat is dezelfde ambulance waar ik net over had. Maar, beenschil gaat eraf. Even kijken, beenschil. Ik ga eerst koelvloeistof laten uitlekken zometeen hier. Even kijken op het grasje, doe ik het altijd. Naast gras. Beenschil gaat eraf. Voorkop gaat eraf. Knipplicht gaan er ook wel vanaf. Het kapje wat hier binnen zit, zeg maar. Om de radiateur, zeg maar. Ja, ik weet niet. Het is zeg maar een kapje om de radiateur heen. Die gaat er ook eventjes vanaf. En dan komt er gewoon allemaal los die radiateur op. Want die heb ik gewoon liggen. Dat hebben jullie al gezien. En even kijken, dat zijn jullie 2-3 jaar geleden. Ik ben natuurlijk ook heel erg druk met heel veel andere dingen. Hiernaast ben ik nog bezig. Oh, wacht, misschien horen jullie mij zo wel beter. Volgens mij horen jullie mij nu echt serieus wat beter, omdat mijn klep nu open is. Het is ook goed weer eigenlijk. Ik heb zomaar een bodywarmer aangedaan en alles. Dus ik ga een stukje even verder vloggen, denk ik. Waar is mijn telefoon? Oké, allemaal. Super dingetje tot nu toe. Hier hebben we alles aan bekeken. Volgens mij hebben de meesten gewoon even een beetje doorlopen swipen, maar ja, het maakt niet zoveel uit. Het gaat er maar om dat de ZipSP en ik, ja, we gaan gewoon nog steeds gek. Klein beetje meer info over de meeting. De meeting wordt verplaatst naar midden augustus helaas. En waarom midden augustus? Dat zijn de meeste mensen al een beetje terug van vakantie, want de meeste mensen gaan nu op vakantie. En het is nu natuurlijk de periode dat we zeg maar klaar zijn met school. Dus ik dacht van, weet je wat, ik doe het wel midden augustus. Even kijken of jullie het kunnen zien. Hier over de brug, dan ga je daar ergens naar de Shell. Daar is de Shell, als jullie kunnen zien, hier precies. En de Shell die gaat even kijken. Vanaf daar kan je het makkelijkste naar Oost in één keer rijden. Zo rij ik het meestal. En zo kunnen jullie ook daar naartoe komen, want de meeting die wordt één dag van tevoren als locatie weergegeven. Maar ik kon nog nu alvast van tevoren aan dat er echt een meeting gaat komen midden augustus. En hoeveel augustus weet ik nog niet. En die wordt wel op een zaterdag, in mijn hoofd, op een zaterdag gegeven. En dat is natuurlijk wel echt super dik, want deze meeting wil je niet missen. Want ik kom daar zelf ook, ik ga daar ook natuurlijk vloggen. Volgens mij wil Monster Troop ook komen, maar dat weet ik niet meer zeker. Volgens mij hebben echt heel veel mensen mij gewoon bericht gestuurd van kan ik komen. Maar dat moet je zelf weten. Want, oh wat? Nou, let's see. Ik kom er zo meteen in de... echt serieus. Ik ben wel... Zal ik bij het even checken? Ik weet, ik ga mijn hand verbranden, maar... Ja, het is wel een heet cilindertje geworden, ja. Maar wat ik het liefst wil worden is gewoon eigenlijk echt gewoon een grote vlogger. Dus ben je nog niet geabonneerd? Abonneer echt super snel. Want ik ga het gewoon blijven doen voor altijd, hè, mensen. Ik weet niet, kijk, sommige mensen zeggen tegen mij: fixe kapperoos, zet een 28mm carburateur, gooi een radiateur in van een runner, maak die dingen de hele machine. Maar de meeste mensen begrijpen niet. Als ik nu in één keer, laten we zeggen, een bedrag doe van 1000 euro. Ik koop alles gewoon maximale limiet. Wat heeft het voor nut dan om dan nog binnenkort vlogs te maken? En dan van, ja, dan ga ik gewoon zeggen van, ik heb alles erop, mensen. Dit is gewoon het einde van de vlog, einde van het kanaal. Want ik heb gewoon letterlijk al alles op mijn scooter. En wat ga ik dan nog mee doen eigenlijk, snap jullie? Ik heb juist nu problemen met deze scooter, dat hij gewoon te warm loopt. Ik laat jullie gewoon precies zien hoe je gewoon zoiets kan fixen, snap jullie? Met een MR-radiateur gaat het wel blijkbaar lukken. Oh ja, trouwens, daar nog eventjes over. Ik ga het zo meteen eventjes zelf proberen. Want ik heb nog steeds zeg maar niet heel veel ervaring met de MR-radiateur. En ik weet niet hoe die vast moet, dus ik ga even alles gewoon een beetje uitzoeken. Ik ga het niet filmen, omdat ik zeg maar niet slechte voorbeeld, ja, geen slechte voorbeelden wil laten zien. Ja, ik weet niet hoe dat ding in elkaar moet gezet worden. Dus ik ga het een beetje knutselen en kijken hoe en wat. Want deze is wel echt klein. En deze is een stukje groter, dus dat komt wel perfect uit. Deze stickers blijven ook echt dik. Die stickers die heb ik ook nog echt op mijn Zip SP plakken. Ik wil nog eens op de voorkant misschien plakken. Maar dat zou de mooiheid wel verpesten.